Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Stampin' Up in het Zonnetje. Een hele speciale aflevering, want ik heb weer een hele tentoonstelling gemaakt bij ons in huis. En mijn open huis kun je bekijken, maar niet iedereen woont dicht bij Groningen, dat snap ik. En dan kun je niet helemaal vooruit Limburg naartoe, want dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar de kans is klein. Dus, een uitvinding van de coronatijd. Ik film mijn open huis en maak het een online open huis. Bijna 90 voorbeelden voor je met van alles en nog wat uit de nieuwe voorjaars mini-catalogus 2024. Dus, laten we starten. Ik ga het allemaal voorbij laten komen. Ik heb getracht, en volgens mij is dat ook gelukt, om alles in de volgorde te doen van de gids. Zodat als je de gids doorbladert, al dat kan op papier, kun je ook online doen. Mijn website is sandrakleine.stempunnen.net. En daar kun je onderaan de pagina ook de catalogie vinden. Die kun je ook online doorbladeren. Heel leuk. En er staat namelijk ook altijd boordevol met fantastische voorbeelden. En ik heb er dus ook een heleboel zelf gemaakt. Met dus van alles en nog wat. En daar gaan we nu maar van start, denk ik. Daar komt-ie. Hier ligt eerst ten eerste deze kleine diva. Die moet eigenlijk van zichzelf ook altijd even in beeld. Dat lukt gelukkig, denk ik dan niet altijd. Ze is ook wel eens afwezig. Maar we gaan nu van start. En ik begin meteen vooraan in de gids met die ontzettend schattige, lieve, leuke bijtjes. Dat zijn de Be My Valentine stempels. Met een bijpassende pons, waar je dus het bijtje mee kan maken. En met dit kun je vleugeltjes doen, maar daar kan je ook heel leuk een hartje mee doen. Met die kun je de voelsprietjes doen, die. Maar daar kun je ook dit kleine hartje mee doen. Kortom, I like it, want het is lekker multifunctioneel. Bij dat productpakket, zeg maar, alles wat hierbij bedacht is, zitten ook hele leuke doosjes. Die zijn dan helemaal kant-en-klaar voor jou aangeleverd. Die plak je zelf in elkaar. En hier in mijn hand heb ik een voorbeeld van dat doosje. Die heb ik bewerkt met een nieuwe embossingsfolder. Die embossingsfolder is helemaal aan het eind van dit filmpje. En het is een fantastisch ding. Om er dan zo'n doosje van te maken is eventjes heel voorzichtig te werk gaan. Want je kneust dat papier natuurlijk. Maar kijk nou hoe prachtig dit is geworden. Hier heb ik hetzelfde doosje gewoon blanco gelaten. En versierd met lintjes en een leuke roos die ik heb ingekleurd. Dat is papier van de Celebration actie. Gaan we zo meteen tegenkomen en leg ik er ook iets meer over uit. Hier twee producten. Een leuke soort envelop gemaakt met dit papier. Leuk kaartje. Geïnspireerd op een andere demonstrator. Want ja, ik ben niet de enige die wat online zet natuurlijk. Dat leuke papier is dit. Groot papier, 30,5 bij 30,5. En hier zie je alle patroontjes. Dit zijn de rustige, wat ik noem, achterkanten. En dan hebben we dit. En drukke kant. Dus allemaal bijtjes, bloemetjes. Ja, het gaat over de bloemetjes en de bijtjes. Ja, en waar haal je dan die honing vandaan? Daar gaat het volgens mij over. Hier een hele leuke slimline kaart gemaakt. En deze met de drie kleine vierkantjes kaart. Allebei al is eerder in een online filmpje van me verschenen. Dus een tutorial. Nou, mevrouw, ga eens een beetje aan de kant. Hele leuke deco zit daarbij. Mooie enamel, of hoe noemen we dat? Harspok, epoxy, weet ik veel. Leuk, gewoon leuk. Bloemetjes en hartjes. Mooi lint daarbij. Dat is de kleur Sweet Sorbet en wit. Hier nog zo'n leuke Valentijnskaart. Ik stuur ook altijd mijn broers en mijn zus en mijn neefjes, nichtjes zo'n kaartje. Dat vind ik gewoon gezellig en leuk dat ik even aan ze denk. Gaan we door naar de volgende. Dat is Sending Love. Een ontzettend leuke stempelset met grote afbeeldingen. Ook daar hoort ook een stansenset bij. Waarbij je dus die brievenbus kunt doen. Hier kun je dus een 3D brievenbusje van maken. Er zit een envelopje bij. Kun je dan weer in dat brievenbusje doen. Ontzettend leuk. Gras, ook altijd fijn. Het is wel zo'n Amerikaanse brievenbus, weet je, met zo'n vaandeltje, zoals je hier ook ziet. Van er is mail of not en dan doe je hem naar beneden. Daar heb ik natuurlijk ook lekker mee zitten te spelen. Bijvoorbeeld hier deze slimline kaart met een smal envelopje uit een oude collectie erop. Een postzegeltje gemaakt.
Daar is zo'n poststempel op gedaan. En de hondjes, die komen straks tegen. En in dat envelopje kun je dan een kaartje aantreffen. Ontzettend leuk om te doen. Hier heb ik een soort van voorkantjes van envelopjes nagemaakt. Ook met postzegeltjes met het hondje. En dan zo'n poststempel dingetje, een soort luchtbrief van vroeger moet ik dan aan denken. Dit heb ik gedaan in de drie kleuren. Hier komen we straks tegen. Beetje geel aangebracht met de fijne brush. Ik vond dat deze Sending Love ontzettend goed combineert met de Sending Smiles. Zoals je hier kunt zien heb ik die producten daarvoor gebruikt. Deze vind ik ook heel erg goed gelukt. De hartjes komt dus uit het papier wat ik je net liet zien. Leuk ingekleurd met onze Stampin' Blends stiften. Schuif ik door en krijgen we dit. Echt weer een ontzettend leuk bedacht product en een staart. Dit is een embossing folder waarbij je deze tekstjes kunt embossen. Daar zit dan bij in een combinatie deze stansen set waarmee je dus in één keer kunt stansen en embossen. Snijdt hij de tekst uit en als je dit van tevoren behandelt met een rollertje met inkt, dan ga je hem door de machine halen, dan krijg je vanzelf deze tekstjes met inkt. Ontzettend leuk. Ik heb daar allerlei leuke wiebelkaarten mee gemaakt. Een filmpje van vorige week. Daarin liet ik je zien hoe je dus papier kunt aanbrengen op de wiebelkaart wat een kijkrichting heeft. Daar heb ik dit mee gemaakt. Toen was ik natuurlijk lekker los. Heb ik er nog meer gemaakt. Deze. Ander patroontje. Oeh, die valt om door het gordijntje. Het kleedje wat eronder ligt. Deze allemaal mooi met het paars en dat goud. Super combinaties. Hier zie je ook nog op de bloemetjes de nieuwe siersteentjes die bij de lavendel horen. Die komt zo meteen nog voorbij. Op dit kaartje heb ik in de bloemetjes hartjes gemaakt van de steentjes die je gratis als cadeau bij de celebration kunt krijgen. Hier heb ik er nog twee. Allemaal leuke wiebelkaarten. Die bloemetjes en die takjes die zitten dus in de stansen set die bij de set hoort. Hier zie je dan, heb ik ook gebruik van gemaakt, dit prachtige papier. Forever Love, eeuwige liefde in het Nederlands volgens mij. Daarbij kun je ook kopen een set met deze prachtige goudbedrukte bloemen. Met zo'n hele mooie elegante envelop. Dat is dus dit. En hier heb ik heel gemakkelijk de bloemen gekleurd met onze blends. Alleen de roosjes gekozen en dan het tekstje erop van het setje wat ik je net liet zien. Minpuntje was natuurlijk als ik dit kleur met die alcoholstift, dat de binnenkant ook gekleurd werd. Dus daar heb ik voor gekozen om aan de binnenkant twee stukjes van dit Moody Mauve roze te plakken. Dezelfde kleur als wat ik ook met die roze heb gebruikt. Nu zie je hier dit prachtige papier, ook weer groot papier met twee kanten. De ene kant, als ik denk, ik doe dat even lekker handig met rechts, maar misschien is het toch handiger om het met links te doen. Kijk, dit zijn de ene kanten. Heb ik even 50-50 gedaan. Zie je al die prachtige goudopdruk. En dan hier, hopsiekee, en de achterkanten ook de andere patroontjes in beeld. Heel mooi papier. Hierbij hoort ook nog dit heel mooi Pretty Peacock kleurtje en Petal Pink met goud dingetjes erin. Mooie deco en fantastisch mooi lint. Dit is Pretty Peacock. Het is dun en stroef tegelijk. Heel soepel met mooi goud glinster erop. Heel chic. Hele chique boel. Ga ik hier naar Italië doorschuiven. Ontzettend leuk weer zo'n stempelset waarbij je zelf een soort schilder kunt worden met inkt door al deze dingetjes te gebruiken. Dan kun je bijvoorbeeld zoiets doen. Hier heb ik ook weer dat papier gebruikt wat ik je hier net liet zien als een soort behangetje. En heb ik mijn oude stans van het raam uit de kast opgezocht. Ik denk dat is leuk. Alsof je in de kamer zit, heb ik hier een soort plintje en de grond gemaakt. Raampje en dan kijk je naar buiten naar de mooie Toscaanse heuvels. Achtergrondje dus helemaal gestempeld met al deze dingetjes. Dat heb ik ook hier gedaan. Dus helemaal een landschap gemaakt
met kleurtjes, met inkt en stempeltjes. Idem dito bij deze. Hier zie je op de kaart dat leer, een stukje soort leerband. Dat komt straks voorbij. En deze nieuwe lettertjes komen straks ook nog voorbij. Ga ik door naar dit wel heel mooie, uitgebreide productcollectie met de lavendel. Ook weer groot papier, waar dit de patroontjes van zijn. En op de achterkant. Dit soort setjes, dat noemen we een paper share, een samendelen setje. Want je wilt misschien niet een heel pakket kopen met 12 van deze grote vellen. Maar een vierde deel, dan krijg je dit. Betaal je ook een vierde deel van de prijs? Heb je daar wel oren naar? Stuur me gerust een bericht, want ik organiseer voortdurend van dit soort kleine setjes delen. Heb ik er weer een leuke slimline kaart meegemaakt met een Lost Lagoon lintje. Even hierheen. Bij dit product gebeuren horen ook deze grappige vlindertjes. Die zitten al kant en klaar in de verpakking. Het zijn 40 van die vlindertjes in dus 1, 2, 3, 4, 5 soorten. Hier zie je ze eruit. Ze zijn heel dun, maar ook heel mooi. Ja, niet, geen vellum dun. Wel prachtig mooi uitgesneden en netjes. Ben ik natuurlijk ook mee bezig geweest. Hier zien we een vierkante kaart. Hoe maak je een vierkante kaart die met pop-up? Heb ik ook een filmpje van gemaakt. Zo'n mooi spul om hier lekker mee te werken. En hier zie ik ook al die steentjes weer die erbij horen. En binnenin dan ook helemaal lekker afgemaakt. Hier nog de vlinder die ik heb gekleurd met brusjes of een sponsje in een paar kleurtjes, zodat de vlinder een mooie kleuren kreeg die erbij horen. Daardoor passen ook deze leuke vlindertjes uit de jaarcollectie er weer heel mooi bij. Bij deze productset hoort ook dit. Ik zeg yes, 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 joepie de poepie. Zo leuk deze postzegelstansen. Zo heerlijk om daarmee te combineren. Er zit ook een heel grappig stansje in, dat is die. En daar kun je dit mee maken. Kan ik dat in beeld krijgen? Op dat labeltje, ja, zie je dat? Is een imprint gemaakt van die postzegelstans. Alsof er afgestempeld is, geen kleurtje. Je kunt er natuurlijk ook nog weer met een breertje kleur op doen. Dan krijg je en een indruk en met kleur. Toppie. En dit is eigenlijk al de hoofdmoot van die hele collectie. De prachtige stempels met een uitgebreide stansenset daarbij. Hier nog weer een vlindertje met die mooie paarse steentjes. Ik hou van paars, dus ik ben hier dan heel blij mee. Heb ik hier de eerste Nederlandse stempelset. Is natuurlijk ook in de andere talen beschikbaar. Hier kun je lelies mee maken. Mooie teksten. En paarsen van alles en nog wat. Hier zie je de twee versies die ik heb gemaakt met behulp van de stempels en de stansen. Heel makkelijk en mooi om zo'n bloempartij te maken. De achtergrond zie je nog. Zie je, dan heb ik het achtergrondstempeltje gebruikt. En hier heb ik op de achtergrond die mooie palmtakken gedaan. Hier zijn de stansen. Je kunt met deze stansen dan ook weer een lelie maken. Die heb ik hier gebruikt. Hier zie je ook weer die vlinder. Want ik heb dit gemaakt op een kaart-envelopsetje die straks komt. En de binnenkant van de envelop heeft deze kleuren. Toen heb ik gedacht, dit doe ik voor mijn lelie. Hier zie je het geel weer van de vlinder. En die heb ik dus met een gele blend, de donkere Daffodil Delight, gedaan. En als ik dat ga doen, ga ik even testen. Zie je hier op het hoekje, net een geel kleurtje. Dan denk ik even kijken of dat een beetje in de buurt komt van dat. En dat bleek dus zo te zijn. Nou, dan heb ik hem helemaal geel gemaakt. Maar hier heeft het vlindertje ook een wit lijfje, dus mijn vlindertje heeft dat ook. De Nederlandse set dus. Heb ik hier ook een aanrader. Een hele mooie uitgebreide stansenset. De dagelijkse detail of everyday details. Is in een bundel te koop met de stempelset. Ik heb ervoor gekozen om alleen dit aan te schaffen. Kun je dus ontzettend leuk met grote rondjes labels en dergelijke maken. Daar heb ik die. Zie, hier een strook. Heb ik dit bijvoorbeeld gedaan. De strook als achtergrondje. Grote cirkel met weer die rozen die we dadelijk bij de cadeaus tegen gaan komen. Hier een andere variant. Heb ik nog een stukje donkergrijs erachter geplakt, zodat het allemaal bij elkaar past.
Ook weer zie je hoe leuk dat label staat. Hier heb ik deze stans gebruikt. Zie, dit is de grote, die is van de paarse. En hier zitten de twee in één. Kun je dus ook voor kiezen om een... had ik als voorbeeldje erbij kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Om een achtergrondje te doen, dan krijg je juist de buitenste rand allemaal stipjes. Hier heb ik de stans met, in combinatie met de grote gebruikt. En dan krijg ik dus een rand met twee dubbele laagjes gaatjes. En ook hier, en wat het leuke is met die gaatjes, is dat je er dus een touwtje, een beetje bekerstwine of zo doorheen kunt doen. En het leuke soort, zie je dat, heb ik hier ook gedaan. Kun je leuk spelen met die gaatjes. Dus een leuk ding. Goed. Alles wat ik gebruik, qua papier, kleuren, inkt en alle andere benodigdheden, staan allemaal in de jaargids. Die staat ook boordevol met stempelsets. En achterin is dan aandacht voor allerlei algemene dingen. De stansen, de decoratie, de werkdingen die je kunt gebruiken. Ons papier, alle kleuren. Dus het staat allemaal hierin. Gebruik eigenlijk altijd alleen maar spullen die nu in de collectie zitten. Heb ik daaronder verstopt nog een klein ander gidsje. Dat is dit, de Celebration. Dat is een actie van Stampin' Up in januari en februari. Als je iets aanschaft te waarde van €60 of een veelvoud ervan, mag je een cadeau kiezen uit dit boekje. Die ga ik je allemaal laten zien. Stel je voor dat je denkt, ik wil bijvoorbeeld deze lavendel set aanschaffen. Nou, hartstikke mooi. Dan zit je eigenlijk al meteen bij een mooi gratis cadeau erbij. Dus dat is altijd fijn in januari, februari om iets te bestellen. Graag natuurlijk regel ik de hele bestelling voor je. Ook als je het niet snapt, kan ik het je allemaal uitleggen. Je kunt rechtstreeks in mijn webshop bestellen. Of je stuurt mij even een berichtje. Dan doe ik het allemaal voor jou. Hier beginnen dan de gratis cadeaus. Eerst heb ik hier liggen het papier wat je kan kiezen met het gereedschap. Past perfect bij een stans en stempelset die ik straks tegen ga komen. Heb ik dit leuke voorbeeldje bijvoorbeeld meegemaakt. Daarnaast, dit heeft natuurlijk allemaal weer twee kanten, heb ik allemaal hier uitgestald. Het zijn dus 12 grote vellen met 12 verschillende patronen. Je kunt ook kiezen voor deze leuke Nederlandse stempelset met 6 mooie grote teksten. Hier heb ik een voorbeeldje, dus ook weer een envelopje gemaakt, net zoals aan het begin van het filmpje. En in dit envelopje zit weer een kaartje. De hallo komt natuurlijk uit die set. En het kaartje haal ik eruit en dan ook, ik denk aan jouw knuffel, erop gestempeld. En meer met het gele brusje de boel op de achtergrond wat meer kleur gegeven. Yes, dit is een andere keuze. Ook weer heel fraai designpapier. En hier zie je dus die rozen die ik netjes heb uitgeknipt en ingekleurd. Die heb je nou al een paar keer kunnen zien. Dit is ook weer een variant op wat we net zagen. Zie je ook weer dat ik de rondjes heb gebruikt om een draadje mee vast te maken. Hier ook weer net een beetje anders dan die ik net liet zien. En dan is dit de derde van de variant die ik je net liet zien. Hier ook weer allemaal gemaakt met dit leuke stippeld roses. Even kijken hoor. Softly stippeld of in het Nederlands tot in de puntjes designpapier. Heel mooi bij elkaar passend papier. Wat je ook kunt kiezen bij een bestelling van €60 is dit prachtige lint. Breed. Het is de kleur Pool Party en hier wederom zo'n leuke kaart met de Sending Love en Sending Smiles. Wat je ook kunt kiezen zijn dus deze ontzettend fijne decoratiesteentjes. Die heb ik op heel veel verschillende manieren steeds gebruikt, dus je zult ze af en toe tegen gaan komen. En we hebben ze ook al gezien. Wat ook een cadeau is om te overwegen is de Watercolor Melon. Kun je hele leuke meloenetjes mee maken. En bij deze grote meloen is ook een pons die we dadelijk tegen gaan komen. Die heb ik hier bijvoorbeeld gebruikt. Met de lettertjes van de Alpha Best stempelset. En dat ponsje erbij. Een wetenschapskaartje gemaakt met lekkere gezonde watermeloen erbij. Ik zag op Facebook in de groep demonstratorgroep, de internationale groep, een heel grappig voorbeeld. Had iemand dit bedacht? Nou, geniaal toch? Een pizza gemaakt met deze meloenstempeltjes. Ik vond hem erg leuk.
Je hebt een soort tafelkleedje op de achtergrond gebruikt. Dit papier ga ik je dadelijk laten zien, is ook een cadeau. Datzelfde papier is dit aan de voorkant. Dus weer met de meloentjes bezig geweest. Gewoon algemeen kun je een gezellig kaartje van maken. Je kunt er een beterschapskaartje van maken. Wat je maar wil. En dit papier is dus ook een gratis cadeau. Met prachtig goudopdruk. En de achterkanten allemaal in flamingo roze en rood. Leuk cadeau. Zeer chic ook dit goudspul. Weer een ander soort papier is dit. Dit is denk ik wel de grote hit van dit jaar. Dit prachtige vogeltjespapier. Je ziet hier alle patronen. Ook weer groot papier. Dus je kunt er van alles en nog wat mee maken. Dit is een hele leuke kaart die ik heb gekregen van iemand uit mijn team. Paulien. Ontzettend leuk gemaakt. Dan zie je hoe perfect alles met elkaar combineert. Ik hou ervan. Met de leuke nieuwe lettertjes. Ik heb ook een doosje gemaakt. In Sweet Sorbet roodachtig van kleur. Met labeltjes eraan. Van dit papier gemaakt. Ook weer een lange slimline kaart. Die met een leuk lintje uit de jaarcollectie. En een weerbolkaartje. Deze vind ik zelf erg geslaagd. Erg leuk. Gaan we door naar de volgende. Oh, hier was ik ook nog lekker mee bezig. Dit is ook een tip. Misschien ga ik er nog eens een filmpje van maken. Dit zijn heel leuk klein fotolijstje die ze nu bij de Action hebben. En daar heb ik dan dus dit papier in gedaan. Dit. En daar kun je dus hele geinige, leuke kleine cadeautjes mee maken. Of voor jezelf. Leuk fotootje erin. Een tekstje voor jezelf. Voor iemand anders. Als cadeautje op de achterkant. Beetje geld erbij. Toppie. Volgende cadeau. Gaan we even door naar het andere meubilair hier in de keuken. Is dit papier. Ook ontzettend prettig, mooi, vrolijk papier. Met wolken en dergelijke. En het heet dus Sunny Days, zalig zomers. Ook een cadeau wat je kan kiezen voor de celebration. Dit zijn de achterkanten. Zo'n wolkenlucht vind ik ook altijd erg fijn. Dit zijn allerlei zonnetjes. Daar heb ik dus onder andere dit mee gemaakt. En je kunt ook kiezen voor deze stempelset als cadeau voor de geboortekaartjes. Leuk, hier heb ik dat gedaan. Heb ik die kleine stempeltjes gebruikt en daar heb ik postzegels van gemaakt. En dan welkom, kleintje. En deze natuurlijk, heel mooi met dat wiegje. Het hele leuke hiervan is dat ik zelf ook in zo'n soort wiegje heb gelegen. We hebben hem nog steeds. De hele familie al door geweest. Dus ik vind het dan extra leuk. Leuk, leuk, leuk. Andere optie voor de 60 euro cadeaus is dit. Super vrolijke gebeuren, de Jungle Pals. En daarbij is, je kunt dus cadeaus kiezen bij een waarde van 60 euro. Maar als je 120 euro zou bestellen, kun je kiezen uit wat grotere cadeaus. Bijvoorbeeld deze ontzettend uitgebreide stansenset, die dus past bij die. Dit is dus het eerste 120 euro cadeau wat ik je laat zien. En daar kun je dus weer zoveel leuks mee doen. Hier weer dit, de blader en de boom. Dan die vogel uit de stempelset. Weer met dat grappige gaatjes dingetje die ik je net liet zien. Ook weer een draadje doorheen gedaan. Hier de luiaarden die daar met je liggen hangen te doen. Dat zonnetjespapier heb ik net hiervoor aan je laten zien. De wolkjes, wel de wolkenpons gebruikt. Deze vind ik ook ontzettend leuk. Die tijger die daar lekker rondloopt met de leuke bloemetjes erbij. En dan deze nog met de krokodil. En hier heb ik op de achtergrond als water dat lint gebruikt wat ik je net liet zien als cadeau. Dus dat poolparty lint heb ik daar zo een beetje bij gedaan. Staat, het was echt zomaar een ideetje, staat zo erg leuk, heel goed. Heb ik hier nog twee andere 120 euro cadeaus. Je kunt kiezen voor deze combinatie. Stempelset met deze embossing folder. Die een heel mooi fijn, is dat goed in beeld te brengen? Geen idee. Hoe ver ik het er dan vanaf moet houden. Maar het is een heel, wat denk je, dan wil ik ook nog even snel in beeld. Dat dus, of je kiest voor deze hele uitgebreide stempelset waar ik nog niet echt mee bezig ben geweest. Maar dat is dus een hele mooie uitgebreide set waar je dus voor kunt kiezen. Ik adviseer het om dat te doen, om deze stickers erop te plakken. Dat is helemaal niet moeilijk. Hier op de andere kant, dus dit is de ene kant hierachter, haal je de beschermlaag weg.
En dan plak je daar je stempel op. Superhandig. Gaan we weer door met de voorjaarscollectie. Met dit lieve, schattige, lekker frisse, subtiele pastelkleurtjes gebeuren. De Lighter Than Air. Dit is klein papier. 48 velletjes in een pakketje. Heel mooi met die pastelkleurtjes. Dat hoort allemaal bij een stempelset en stansen waar je de luchtballonnen mee kan doen. Die heb ik niet, dus dat kan ik je niet laten zien. Hierbij horen ook... gooi bijna alles omver. Deze drie rolletjes lint, die ik dus al heel vaak heb gebruikt. Ik heb ze nu al meerdere keren voorbij zien komen. Dus mooie kleurtjes. En bij dit product gebeuren hoort ook dit. Dat is natuurlijk een vol pakje. Hier heb ik alweer wat van afgehaald. Deze leuke gekleurde pastelbolletjes. Dan komen we bij de volgende stempelset. Dat is deze. Hier ben ik zelf erg blij mee. Filled with happiness. Daar hoort deze pons bij. Daar kun je deze mee uitponsen. En dit is ook de pons van de watermeloen. Daar heb ik dan dus hier een paar wiebelkaartjes mee gemaakt. Deze met de zwaluw. En deze met de sinaasappels. En daarvoor heb ik ook gebruikt hier op de achtergrond dat stempels van die Toscaanse stempelset. Heb ik die wolken nagemaakt van dit papier. En dit papier zit in de online-only producten. Die laat ik je dadelijk aan het eind van het filmpje nog even zien. Hier heb ik het gecombineerd met de sinaasappel stempelset Sweet Citrus uit de jaarcollectie. Zo leuk, ik vind hem erg leuk. Combineert heel leuk met elkaar. Dus even zien of ik hier ook aan de binnenkant ben bezig geweest. Ja, daar heb ik die sinaasappeltjes ook nog weer even gedaan. Hier heb ik nog een leuke gemaakt met die zwaarduwstempel. Dus alleen maar op kleine stukjes. En Just a Note zit daar dan weer in. En ook hier zwaarduwtje nog eventjes aan de binnenkant gestempeld. Hier ook weer zo'n kaartje gemaakt als een postkaartje. Met de zwaluw, met zwart-wit op de achtergrond van de Zoo Crew papier uit de jaargids. En dan hier binnenin weer dat lintje. Hier zie je hem weer, hè, dat draadje wat daar ligt. Ook hier weer binnenin een kaartje gedaan. Ik wens jou, en dan kun je op de achterkant zelf wat schrijven. Ik weet niet of je het kan zien, maar de zwaluw is ingekleurd met de Wink of Stella, waardoor je een mooi glittertje erop krijgt. Ik hou daar wel van. Is grote fotopolymeer stempels, waarbij je dus alles in één keer stempelt. En als je de pons erbij pakt, dit eruit kunt stempelen. En bijvoorbeeld, zoals ik hier heb gedaan, verhoogd opplakken. Dan heb ik hier, komen we bij het volgende product gebeuren. Dat heet vast geen product gebeuren, maar opeens noem ik het als een productcollectie, suite. Dit is dat leerbandje, wat ik je net liet zien, die ik ook in Toscaanse Italia kaartje heb gebruikt. Erg mooi. Erg mooi. En dat hoort allemaal bij de Notes of Nature. De Notes of Nature is ook een uitgebreide set met twee varianten stempelsets met bijpassende stansen. Ik heb alleen deze. Erg leuke set. Daar hoort deze stansen set bij. Nog niet helemaal optimaal gebruikt. Toen ik het allemaal klaar ging leggen, dacht ik, ik heb een beetje weinig voorbeelden hiermee gemaakt. Maar in mijn hoofd heb ik er al heel veel mee gedaan. Hier zie je een voorbeeldje liggen. Met dit prachtige papier wat erbij hoort. Er is ook een heel geinig decoratiesetje bij met kurkrondjes. En hier zie je dus het werkelijk waar prachtige papier. Ook weer met goud. 6 varianten, dus 12 vellen in een pak. En de achterkanten zijn allemaal met bruin en grijs en wit. Heel erg aan te bevelen. Schuif ik door. Komen we bij Memories and More. Dat is een reeks van dit soort kaartjes in een mapje kunt doen. Je kunt die kaartjes ook ontzettend leuk gebruiken om kaarten mee te maken. Dus bij dit gebeuren hoort, wat ik je net al even liet zien, de enveloppen en kaarten set. Dus is een Pretty Peacock kleurtje of in de Calypso Coral. En hierboven zie je dat ik dus een kaart heb gemaakt die helemaal niks verder met Memories and More te maken heeft. Maar ik heb wel deze mooie kaartbasis en envelop gebruikt om weer die stempelset te gebruiken die ik je net liet zien met die sinaasappeltjes. Hier zie je ook die hele mooie lint met die goudglitter erop en de leuke Pretty Peacock decoratiesteentjes die ik aan het begin liet zien.
En natuurlijk weer de postzegelstans. Ja, blij mee. Binnenin heb ik dan weer dit gedaan. Nog even een extraatje geponst, zodat het weer terugkomt in het midden. Dit is dus heel leuk. Ik hou wel van een beetje fotootjes bewaren en de dingen allemaal in een leuk album te doen. Hier zie je 6 stickervellen die horen bij het pakketje van de 50 kaartjes. En die kaartjes heb ik allemaal, bijna allemaal gebruikt in het boekje. De map waar je het in kan doen en de insteekhoesjes, die staan dus in de jaargids, die dikke gids die ik je net liet zien. En daar zou je dus bijvoorbeeld dit mee kunnen doen. Ik heb hem helemaal alvast ingedeeld met de kleuren en patroontjes die bij elkaar passen. Dus om jou een idee te geven. Hier kun je dus dan van alles in doen. Fotootjes, tekstjes, wat je hebt beleefd of wat je maar leuk vindt. Dit is 1 setje met insteekmapjes. Daar zit ook altijd een insteekmapje in. Die 1, zie je, dat is 1 geheel. Daar kun je dan dus zelf iets in doen. Daar kun je allemaal losse spulletjes in doen die je wilt bewaren. Je kunt er dus van een A4'tje een papier insnijden. En wat ik dan doe, is deze tekst, of deze kaartjes, die heb ik nog over. Ik heb alles gevuld, heb ik dit nog over. Daar doe ik dan ook mijn stickervellen dadelijk in. En zo hou ik het bij elkaar. Wil ik dan nog eens een kaartje wisselen, of heb ik leuke stickers nodig voor bij mijn project, heb ik het allemaal bij de hand in dit middelste grote mapje. Ga ik verder bladeren. Leuk met vlinders en kleurtjes. Dus het is een vrolijk gebeuren. Zie, hier heb ik deze kaartjes bij elkaar gezocht, zodat dat 1 geheel wordt als je hier naar kijkt. Hier de groen en bruin varianten. Ik laat ze allemaal even zien hoe ik dat dan doe. Hier komt groen en groen weer bij elkaar terug. En soms zie je niks meer van die tekstjes, want dan plak je daar natuurlijk net weer een foto over. Maar je kunt het een beetje bij elkaar zoeken, dat je denkt, zo vind ik het geinig. En dat was hem. De Memories and More. Leuke manier om albums te maken en niet te ingewikkeld. Hier komen dan die grappige nieuwe lettertjes. Dat is 1 grote stans met deze voor allerlei bijzondere tekens. Je kunt het allemaal in 1 keer gaan stansen. Dan heb je een heleboel lettertjes. Ga ik vast ook nog een keer een leuk filmpje mee maken. Want ik zag een heel leuk voorbeeld voorbij komen bij Stampin' Up! Zelf. Ik heb ook wel gedaan dat ik dus kleine papiertjes heb gebruikt voor alleen die letter die ik wilde hebben. Kan dus ook. Hier hebben we dan de volgende stempelset. Dat is Planted Paradise. Hele leuke set. De stempeltjes kun je ook de achterkant van de stempeltjes gebruiken, zodat je dat met elkaar kunt combineren. Dit voorbeeldje staat in de gids. Vond ik zelf ontzettend leuk, dus die heb ik nagemaakt. En dan heb ik hier nog 2 andere voorbeeldjes. Dit is ook weer papier van de vogeltjes, gratis cadeau. En dit is ook papier van de Celebration cadeau met het goud. Dus een hele leuke voorbeeldjes, inspiratie. Ook een filmpje van dus. Dan, ik hou niet alleen van katten, ik hou ook van honden. Heb ik dus meteen verkocht deze leuke achtergrondstempel, waar je dus van alles mee kunt doen. Ik heb je al heel veel kaartjes laten zien met postzegeltjes, met hondjes erop. Die komen allemaal uit deze stempelset. Dat is dus 1 grote stempel. En daar kun je lekker mee losgaan. Dat heb ik ook gedaan. Dus dan heb ik bijvoorbeeld deze kaartjes meegemaakt. Allemaal met dezelfde opzet. De lettertjes. De hello komt uit die stempelset met het grote label, wat we net met de sinaasappeltjes hadden. En dan alleen 1 hond ingekleurd. Hier alleen met het wild weed kleurtje. Halsbandjes gekleurd, zodat dat daar een beetje in terugkwam. Hier heb ik Bobby, de hond van zwager, schoonzus en 2 nichtjes. Dus die zal ik ze nog eens toesturen. Hier een ander hondje in de copper clay kleurtje. Hier de hele stempel gebruikt. Oh. En met wild weed achtergrond gedaan. En dan heb ik ook hier weer al die kleurtjes terug laten komen. Gewoon een gezellige groetjes. Hier toch nog maar weer even een postzegeltje van het hondje. Een smal envelopje uit een oude collectie. Gratis papier uit de Celebration. En daar zit dan ook weer een kaartje in. Met de hondenstempel. Met weer een leuk lintje eraan. Het past allemaal leuk bij elkaar. Dus even zien. Kijk, heb ik alleen een rand met de hondjes gestempeld. Dus dat is alleen deze zijkant. Dat kan er ook allemaal.
komen we bij het grappige, gezellige Just Kidding. Een groot pakket papier, waarbij dit dus de smalle versie, het samen delen setje is. Het zijn leuke achterkanten qua kleuren. En de voorkant zijn allemaal verschillende kinderen die je allemaal lekker kunt uitknippen. En dan kun je ze bijvoorbeeld parkeren in dit soort scènes. Die is ook een van de papieren die erin zit. En hier zie je dan alle andere varianten van dit papier. Komen we bij de volgende, en heel wat anders. Hier heb ik nog zelf verder niks mee gemaakt, alleen voor show. Hier ben ik wel lekker mee losgegaan, had ik al aangegeven. Rockstar, met de bijpassende stansen. Super, super leuk als je een beetje van muziek houdt, concerten en dat soort dingen. Lekkere elektrische gitaren, heerlijk. Daarbij horen ook deze decoratiesteentjes, weer met de bliksemschichtjes. Die kun je natuurlijk ook heel leuk gebruiken bij wolkjes. En bijvoorbeeld bij de stempelset uit de jaargids met die Playin' in the Rain. Dit is nog een stans. Wat ik dus heel leuk vond, is dat hier een drumstokje in zit. En we deze stempelset in de jaargids hebben te zitten. Dus drumstel, drumstokje, kun je dit mee doen. Ook weer het lintje, gratis cadeau uit de Celebration. You're a rockstar. En dan, ja, leuk. Ik vind het een prachtige combi. Daar hoort dan weer dit papier bij. Allemaal zwart-wit varianten. Dus allerlei algemene patronen en de gitaren. En de andere kanten ook algemene patronen. En hier de radioboxjes, cassettebandjes en dergelijke. Dit is dus het voorbeeld wat ik je liet zien in mijn Hoe maak je een wiebelkaart filmpje. Met leuke gitaar van Bruce Springsteen. Daar helemaal een leuk kaartje mee gemaakt. Hetzelfde had ik ook gedaan van mijn andere liefde, de Maneskin. Ook een leuke kaart meegemaakt. En op deze kaart is sowieso heel leuk om aan iemand te sturen. Met dit, hier heb ik nagemaakt de kaart van Thomas, gitarist van Maneskin. Dus ja, ik hou ervan. Bliksemschichtjes erbij. Wat ik ook heb gedaan, Talitra, is deze fotolijst. Deze fotolijst heb ik helemaal rondom een passepartout bekleed met dat papier wat ik je net liet zien. Daarbij nog wat van het brushed, het bruin papier uit de jaarcollectie en oud zwart glitterpapier gebruikt. Hier is weer die microfoon met de bliksemschichtjes. Ik heb op dit metallic papier dan ook weer de embossingfolder uit de jaarcollectie gebruikt met de muzieknoten. En wat zit hier binnenin? Oh yeah, de handtekening van Damiano, de zanger van Maneskin. I love it. Heb ik cadeau gekregen van twee hele lieve meiden. Mijn nichtje en een vriendin. Dus daar ben ik zo blij mee. Dus ik vond het zo gaaf dat u papier kwam. Ik denk, daar gaat dus een fotolijst komen. Met alles erop en eraan. En dit ding gaat in de fotolijst. Blij mee. Ja, dan gaan we door naar dit. Moet ik aan mijn vader denken. Dus de hele familie komt weer aan bod. De gereedschapsstempels. Met de hele uitgebreide stansen set erbij. Erg leuk. Je kunt er ook een boormachine mee maken. Een bord waar je gereedschap aan op kunt hangen. De gereedschapskist. Ik ben er nog niet heel veel mee bezig geweest, maar ik ben er wel heel blij mee. En hier zie je dus weer iets. Dit is dan een hele leuke aanschaf. Zit je bijna meteen aan het bedrag om daarnet dat leuke papier erbij te kiezen van dat gereedschap wat weer precies bij elkaar past. Dus dan heb je een stempelset, stansenset en een heel groot dik pak papier met papier wat perfect hierbij past. Nou, dat is toch een fantastisch leuke actie van Stampin' Up. Ik vind het wel. Hier een leuk voorbeeldkaartje gemaakt. Ook weer met de drie vierkantjes. Op de achtergrond een soort zilver foliepapier. Bewerkt met de embossingfolder uit de jaargids. Weet je, dat is zo'n plaat waar je dan overheen kan lopen in een fabriek of iets dergelijks. En hier deze, ook weer met de vierkante pop-up kaart. Met dus de gereedschapskoffer, ook toevallig in dat brushed bruin papier uit de jaarcollectie. En dan binnenin ook nog even weer lekker bezig geweest. Schroefjes, moertjes, meetlinten. Leuk, leuk, leuk. Dan heb ik hier de Poetic Expressions. Dit is ook groot papier, waarbij je hier deze zes varianten ziet. En dit zijn de andere kanten. Mooi achtergrondpapier. Ik heb er verder nog niet zoveel mee gedaan, dus geen voorbeeldjes. Wat ik wel nog hier heb liggen,
dat zijn deze ontzettend grappige, leuke decoratiesteentjes. Die horen ook bij deze productcollectie, suite. Dus erg leuk, mooi spul. En kijk eens hoeveel erin zitten. Daar kun je ontzettend veel mee doen. Dit zijn de... Oh ja, champagnekleurige iridescent dots. Dus ze zijn mooi. Ga ik even oversteken naar de kamer. Want dan komen we weer bij mijn werkplek. Ik werk altijd gewoon hier in de kamer. Daar staat alles wat ik nodig heb. Mooie nieuwe kast. Met alles erop en eraan. In dat lege vak rechts. Daar staan dan de stempels van deze voorjaarscollectie. Daar heb ik allemaal weer het systeem in. Dat zal je niet verbazen. En dan heb ik hier nog, springt er natuurlijk net weer één op de tafel. Ja, wat denk je, het is bijna afgelopen. Ik moet nog even in beeld. Hier heb ik eventjes nog weer dat papier neergelegd uit de online collectie. De Meandering, hoe heet het nou ook alweer? Meandering Meadows. Heel mooi achtergrondpapier. En de achterkanten hiervan zijn allemaal van dit soort achterkantjes. Die heb ik ook niet overal laten zien en benoemd. Met dit heb ik bijvoorbeeld gebruikt. Daarnet bij die zwaluwwiebelkaart heb ik dit papier voor gebruikt volgens mij. Dus allerlei leuke varianten. En aan de achterkanten allemaal van dit soort mooie patronen. Daar kun je dit bijvoorbeeld mee doen. Weer een mooie slimline kaart. Hier hoort ook een stempelset met stansen bij. Die heb ik dan verder niet. En hierbij deze suite hebben ze ook een leuke decoratie gemaakt. En dit is ook weer echt een topper. Heel mooi, super chic, zwaluwtjes, vogeltjes en libelles. En hier nog weer twee kaarten die ik heb gemaakt. Weer met die ene stempelset waarbij je dus met de pons het midden eruit kunt halen. Heb ik er een leuk doorkijkje van gemaakt. En hier ook weer dat draad wat bij die luchtballoncollectie hoort. En zo krijg je een leuk doorkijkje op dit leuke papier. Helemaal niet ingewikkeld, wel een fantastisch resultaat. Dan heb ik hier op het hoekje nog even twee dingen liggen. Want... je mist misschien wat. Er is namelijk nog een fantastische, hele leuke Nederlandse stempelset uitgekomen. Maar die was alleen maar aan het begin te bestellen. Toen is hij heel lang niet bestelbaar geweest. En nu is hij er weer. Maar degene die het al bij mij hadden besteld, die heb ik natuurlijk gewoon allemaal naar de klanten gestuurd. Dus ook mijn eigen stempelset heb ik weggestuurd. En dit heb ik nog over. Wat hier nou zo ontzettend leuk aan is, is dat dit zijn... stansjes waarbij je ze open kunt maken. En dan kun je dus daaronder iets verstoppen, een boodschap, een kleinigheidje, weet ik veel wat. En dit is echt heel leuk. Maar ik kan je dus nog niet echt veel mee laten zien, want ik heb die stempelset niet. Dus binnenkort krijg je ook nog van mij even een special met alle Nederlandse. Dit. En wat ik ook super Nederlands vind en wat ik gewoon heel dom had gedaan, is deze ontzettend grappige koeienpons. Daar zit een hele leuke stempelset bij. En wat denk je? Toen het uitkwam, heb ik wel de pons besteld, maar per ongeluk alleen de pons in plaats van de bundel. Dus ook dit komt samen volgens mij nog eens even in mijn hoofd. Denk ik dat ik dat ga doen, maar ik weet niet of het ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Even een kleine mini-special met Nederlandse spulletjes. Dus dat kan ik je helaas nu nog niet laten zien. Hier heb ik wel in mijn begeleidende brief bij de catalogus die ik heb verstuurd, eventjes, dit is hem. Die hele leuke Nederlandse set. Waar je dus ontzettend geinig... hier beneden zie je kleine voorbeeldjes... die luikjes mee kunt maken. Yes. En dan het laatste wat ik nog wil laten zien... uit de voorjaarsgids is dit. Een werkelijk waar weer fantastische... embossing folder. Waarbij je dus... leuk hè. Begon met het cadeaudoosje... bewerkt met deze embossing folder. Ik stopte met deze embossing folder... is het cirkeltje weer rond. Kijk, hier kun je zien wat ik bedoel met hele mooie embossingfolder. Zulke prachtige bloemen. Ik heb het afgemaakt met even een tekstje en wat bloemetjes eromheen. En je hebt al een hele mooie kaart. En hier heb ik hetzelfde gedaan. Weer de drie vierkantjes gedaan op dat papier uit de Celebration. En dan drie details eventjes geëmbost en opgeplakt... en je hebt een fijn, leuk cadeaukaartje of weet ik veel wat je ermee gaat maken. En dat was hem, jongens. Dat was hem. We zijn klaar. We zijn rond. Ik denk en hoop dat je een heleboel inspiratie hebt kunnen vinden in het filmpje. En ik hoop dat je ervan hebt genoten. En we gaan gewoon door. Op naar een volgend zonnetje. Meer stempen up.
En lekker bezig, hè? Lekker creatief aan doen. Heel fijn. En tot de volgende keer. Doei!